Tijdens de begrotingsbehandeling in het parlement wordt de nadruk gelegd op niet-traditionele inkomsten. In plaats van de belastingen bij de loontrekkers te innen, wordt gekeken naar de niet-traditionele gebieden waar het gehaald kan worden, zegt minister Raghubar Singh van Financiën en Planning. Hij meldt dat president Santokhi daar ook richting in wenst te geven door te bezuinigen bij de overheid. De financiënminister benadrukt dat de regering de goedgekeurde maatregelen van het herstelplan zodanig moet uitvoeren dat het draagbaar blijft voor de bevolking, zoals geadviseerd in het parlement. Volgens minister Raghubar Singh van Financiën en Planning is Ismael Kalaikan in 2020 aangetrokken als projectleider bij de Belastingdienst Suriname en functioneerde sindsdien ook als directeur. Nu blijkt dat daar wat vormfouten in zijn geweest. De bewindsman merkt op dat de aanstelling en positionering van Kalaikan niet helemaal goed is zoals de wet het regelt. De vormfouten in de aantrekking zijn volgens minister Raghubar Singh van die aard dat er gehandeld moest worden. In goed overleg met Kalaikan is besloten dat Marita Weinerman de waarnemend directeur wordt bij de Belastingdienst Suriname. Jacinta Thomas Alfaisi is gisteren geïntroduceerd door minister Uraikit Ramsaran van Tsusavo als nieuwe voorzitter van het bestuur van de Esther Stichting. Met het aanstellen van een nieuwe stichtingsvoorzitter hoopt de bewindsman dat de problemen structureel worden aangepakt. Ook de coördinator van de Esther Stichting, Sila Deel, geeft aan dat er niet geschroomd zal worden om de problemen die er nu zijn op adequate manier aan te pakken.